Het is feest bij Galerie Souter. De galerie bestaat 35 jaar. Galeriehouders Nol en Bernadette treffen de laatste voorbereidingen voor de expositie. En dan kan het eindelijk beginnen. Rond 1 uur arriveren de eerste bezoekers. Tijdens de expositie wordt de werk gepresenteerd van Hermien Buitendijk, Paula Evers, Richard Fischer, Louis Laroy, Hans van Hork en Josephine Worteboer. Ook de afdeling kunstuitleen van de galerie trok veel bekijks. Een aantal kunstenaars waren aanwezig om te vertellen over hun werk. Ik ben Hans van Hork en ik maak schilderijen. Mijn eigen manier. Maar altijd gewoon een beetje tegen de keren in, zeg maar. Dus nu maak ik die landschappen, die eigenlijk vakmanschap ouderwet zijn. Dan heb je dat schilderij After the Storm. En dan geef je weer de turbulentie, de wat er eigenlijk gebeurt ook in dat landschap, in die lucht. En zeker na de storm wordt alles duidelijk. En dat is dan wat ik uitbeeld. Nou, ik ken Nol en Bernadette al heel lang. We hebben hele leuke dingen gedaan in ons leven. Samen. Dus dat was altijd heel plezierig. Ja, ik ben Josephine Worteboer, beeldhouwster en ik maak dus bronzen beelden. Wat wel apart aan mijn werk is dat ik ze open hou, dat het open geboetseerd is. Dus je hebt de binnen- en de buitenkant. En die open vlakken die spelen ook mee in het beeld. Ja, het zijn vogels en mensfiguren. Ik maak het open en ik componeer het eigenlijk uit de stukken. Ik verkoop niet aan huis, zeg maar. Dus het gaat bij mij echt via de galeries dan. Nou ja, ik zie bij jullie wel van dat je heel allround bent. Dat je ook glas verkoopt. Maar en ook die. Het zijn geen clichés, hè, maar die foto die jullie doen, die mooie foto's. Dat heb ik eigenlijk nog niet in een andere gewone galerie gezien. Nou, ik zou zeggen, hou er een feestje van. Met elkaar als familie is wel heel mooi. Om zo door te gaan. Ja, dat is wel uniek. Ook vrienden en familie waren aanwezig om het 35-jarige bestaan van de galerie te vieren. Ik ben Annie Zegers. Mijn man was Harry Zegers, kunstenaar. Bernadette is mijn dochter. De eerste galerie dat was beneden in de kelder, onder het huis. En dat is allemaal uitgebreid en groot geworden totdat het dit nou is, met een grote beeldentuin erbij. De jaartjes gaan meetellen, maar ik heb toch ook wel veel meegeholpen. En als ze op vakantie wilden gaan een paar weken, dan namen mijn man en ik het over. Ik hoop dat het nog lang zo door mag gaan en dat je weet niet wat de tijd brengt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het toch wel voortgezet zal worden. In de huidige vorm of misschien straks weer wat anders. Ik doe dit al heel lang. Wow. Ik ben nu 80, 40 jaar lang. Je moet een eigen handschrift hebben. Dat. Ook al staat mijn naam er niet op, zal iemand die mijn werk kent het altijd herkennen aan de stijl waarmee je werkt. Er moet een karakter in zitten. Het karakter zit in de houding, dat het echte menselijke zit erin. En toch is het een geabstraheerd beeld. Dat zoek je ook uit, dat je een galerie heeft die er ook wat mee doet. Ik heb natuurlijk een heleboel kleine galerietjes en dat heb ik geen interesse in. Een boodschap dat ze op dit niveau blijven doen. Dat geef ik als boodschap dat ik hoop dat jullie nog heel lang met een mooie galerie
en een mooie presentatie kunnen blijven. Naast de expositie was er ook veel ander werk van kunstenaars te bewonderen. We spraken Noldergoot over de opening van de expositie. Ja, een groot succes. We hebben mensen gehad die 30 jaar geleden hier zijn geweest, die 25 jaar geleden iets hebben gekocht en die ja, de moeite namen om nog eens een keer te komen kijken. En ook heel erg verwonderd waren over de diversiteit die wij hadden. Ook de kunstenaars die meededen aan de expositie, die vonden het geweldig. Niet iedereen kon aanwezig zijn en door omstandigheden, en nou, dat wil ik toch Paula Evers noemen, onze meest succesvolle kunstenaar van de galerie. Met Paula werken we al 34 jaar samen. Ik heb haar niet alleen in Nederland, maar ook vooral in Amerika. We hebben heel mooie exposities kunnen organiseren. Wellicht een ander keertje, maar die hebben we gemist. Tot en met 5 januari is deze expositie te bezichtigen. En ja, we hebben niet alleen deze expositie natuurlijk, we hebben ook de beeldentuin is gewoon open. En we hebben de uitleen, dus de stok van de schilderijen en de stok van de glaskunst. Dus niet alleen deze expositie, maar gewoon ja, het hele totale plaatje is nog te zien.